Ik zeg private land. Wacht even. 2 hours later. Echt niet waar. Zo. Nee, wacht, het gaat niet. Rondjes te draaien. Heel rustig. Oké, dus ik viel net. En waarschijnlijk heb ik het op beeld. Oh, echt, wat een faal. We moeten nu dus heel voorzichtig naar beneden lopen. Want het is best wel stijl. Oh, god. Wel heel mooi. 15 kilometer later, we zijn er bijna. Super licht water. Oh, echt. Ik heb er zo lang naar uitgekeken. Maar onze benen trillen gewoon van deze trap. Oh mijn god. Hoe dan? Hoe gaan we naar boven? Oh. Oh mijn god, kijk hoe licht. Felicia. Ik ben echt afgepeigerd. Maar we zijn er bijna. Nou, na een half uur lopen zijn we er eindelijk. Oh, en we gaan nu allemaal het water in. Super lekker. Oh jongens, echt lekker gezwommen net. Ik denk dat we ongeveer 20 minuten, half uurtje in de zon zijn geweest. En ik denk dat ik ook al wel donker ben geworden. Want ik word echt heel snel donker. Ik heb altijd al angst gehad om in de zee te zwemmen. Maar dit is zo doorzichtig en helder. En oh mijn god, er zitten kleine visjes. Nou, niet klein, ze zijn best wel groot. Zulke visjes zitten erin met allemaal streepjes. Echt heel mooi. Heel tof. Kijk de kleur van het water. Oh, echt. Love it. Oké, ik lig nog lekker op het strand. De meiden staan weer het water in. En ik ben een snack aan het eten. Dat zijn deze. Ik pak er wel eentje uit. Oh. Kijk, het zijn hartjes. Maar ze zijn zo spicy. Echt heel heet. Maar als jullie in Thailand zijn, moet je zeker deze halen. Ja. Oh, lekker eten. Toetsuur de kip. Oké, het is een aantal uurtjes later. We willen nu weer terug richting huis gaan. Maar we moeten dus helemaal weer de berg op. Oh mijn god. Ze willen kijken of we misschien met de boot naar het strand bij ons kunnen gaan. Het zou namelijk heel fijn zijn. Want ja, het is echt een lange weg terug. Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we naar Bibi Eilanden. Gisteravond zijn we uit geweest. Was super leuk. Ik ga wel wat video's hierin doen van de club. Want we hadden een boot geboekt. Die we dus gemist. Maar goed, ik ben helemaal ready om te gaan. Een leuk wit jurkje van Haarlem. En let's go. Oké, we zijn nu beneden. We gaan een lekkere koffie halen. Een ijskoffie. En in de tussentijd is de taxi ook al besteld. En we verbleven trouwens in de Sierra Grande Hotel. En ja, we zijn allemaal ready en packed to go. Ik loop mijn koffertje. Maar goed, let's go. Hier is koffie. We staan te wachten op de boot. En uiteindelijk hebben ze ons nog een kaartje gegeven. Want het is eigenlijk laat. Want onze boot zou 10:30 vertrekken. En deze is om 12:30. Maar ze hebben ons toch toegelaten. Want er was ook nog plek. Dus dit is een sticker voor de boot. En ja, zo ziet het hier uit. Je neemt dus vanaf Phuket de ferry naar de eilanden. Maar Phuket ligt het meest centraal van alles.
Dus dan is het ook het beste om vanaf hier elke keer de boot te nemen. Net snel een sapje gehaald. Kijk hoe leuk deze is. Oh mijn god, we zijn dus net aangekomen. En zodra je buiten komt, staat er een hele rij met mensen. Eindelijk een hotel gevonden. Nou, waar we als eerste in zaten, was echt niet mooi en netjes. Dus ik ben echt heel blij dat we iets goeds hebben gevonden. We zijn gedoucht en een beetje omgekleed. En we gaan nu wat eten. En dit is de view van ons huisje. En dat is de view. En oh mijn god, we hebben zoveel moeten lopen. Maar goed, we gaan dus nu wat eten. En trouwens, waar wij verblijven heet op de Uphill Cottage. En het ziet er prima uit. Veel beter dan waar wij eerst in zaten. Oké, dus je moet overal heen lopen. En het ziet er een beetje overal zo uit. Het zijn allemaal straten met winkeltjes, restaurants, tattooshops, massageplekjes, pharmacies en zo gaat het maar door en door. Maar je hebt ook dit ertussen. Het ziet er eigenlijk bij het strand. Het ziet er een beetje uit. Het is nu, we lopen in principe gewoon op het water. Het is app. Het water hoort helemaal tot daar te komen. Maar omdat het nu app is, is het gewoon helemaal leeg. We zijn nu bij de Might Market. Ze hebben echt van die leuke dingetjes. Heel cute. Ik heb trouwens in India ook dit soort dingen gehaald. Maar ik vind het wel heel mooi. Er staat alleen wel heel leuk pashmina achter. Maar dat is niet echt. In India is echt pashmina heel heel duur. Okay, we hebben zojuist een tour geboekt. Dat is deze. Dat gaan we morgen de hele dag doen. Oké, dit is het einde van de vlog. Na deze clip ben ik direct teruggegaan naar het hotel, want ik was erg ziek geworden. Ik weet niet waardoor het kwam, maar toen we ook al de tours gingen boeken, voelde ik me compleet niet lekker. De meiden hebben dat toen gedaan en ik zat er maar half gaar bij. Dus ben ik toen maar teruggegaan naar het hotel om te rusten. Maar goed, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Geef het zeker een duimpje omhoog. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je weer in de volgende vlog. Tot dan, stay happy.